Ik vind het speels een fantastische plek. Midden in een wijk, een boswinkel in Enschede, waar heel veel gezinnen wonen die het best pittig hebben. Een plek waar ouders met hun kinderen naartoe kunnen komen, lekker kunnen spelen. En waarbij ook een pedagoog mee kan kijken van hoe gedraagt een kind zich, misschien wat adviezen en tips kan geven. Wij vinden het als gemeente heel belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Enschede is een geweldige stad, maar ook de stad die in de top 3 staat van gemeentes waar kinderen de minste kansen hebben. Daar willen we wat aan doen. Dat doen we op verschillende manieren. En een van die manieren die heel behulpzaam is, is dit initiatief van Humankind. Om kinderen al op hele jonge leeftijd een fijne plek te bieden waar ze kunnen spelen. Waar ouders samen met een pedagogisch medewerker ook kunnen kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Ja, dat is gewoon heel geweldig. En dat soort plekken van hoop heb je nodig als je als gemeente wil werken aan een kansrijke start voor ieder kind. De meerwaarde voor mijn dochter is het contact maken met andere kinderen. En ook het, het leren van elkaar, afkijken van elkaar. Novee kwam hier, kroop niet, liep niet. En nu loopt ze en speelt met andere kinderen. Ik vind dat wel een hele grote meerwaarde voor Novee. Ja, de pedagogische medewerkers hier zijn geweldig. Het zijn topmensen, echt, absoluut. Denken met alles mee, kunnen ze alles vragen. Echt geweldige mensen, echt. Nou, de reden om ouders naar het speelhuis te verwijzen zijn met name de ouders die met kinderen die nog niet naar het kinderdagverblijf gaan of naar de peuterspeelzaal. En die, waarvan ouders wel aangeven dat ze het heel erg leuk zouden vinden als hun kind wat meer contact heeft met andere kinderen. En het zijn ook vaak wel kinderen waarvan het thuis lijkt alsof ze een beetje uitgespeeld zijn en behoefte hebben aan ander soort spelmateriaal en ander soort uitdagingen. Dus dat zijn met name de ouders waarvan ik zeg, goh, het speelhuis dat zit hier in de wijk, misschien is het wel eens leuk om te gaan kijken. De ouders die hier komen met hun kinderen van een half jaar tot 2,5 jaar, die kunnen vrijblijvend en geheel kosteloos op de woensdag en de vrijdagmorgen gebruik maken van de speelruimte. We hadden hier allemaal flats hier omheen staan, waarin zo'n Afrikaanse mama met een kindje wat gevlucht was uit het land. En die dan hier gebruik van maakt op de woensdag en de vrijdag. En die eigenlijk best wel zich heel alleen voelde, maar doordat zij frequent kwam, kreeg zij contacten met andere ouders die ook regelmatig kwamen. En daardoor ontstond zeg maar eigenlijk een soort verbintenis. En spraken ze er ook in privé samen af. Het concept van het speelhuis past in de visie van Humankind, omdat wij het heel belangrijk vinden om maatschappelijk betrokken te zijn. Wij willen meer doen in de ontwikkeling van kinderen dan alleen het bieden van kinderopvang voor werkende ouders. Wij vinden het belangrijk om alle kinderen gelijke kansen te kunnen bieden. En dit doen we onder andere door het speelhuis. En mijn grootste droom is dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor alle kinderen. En dat het niet meer afhankelijk is van of je ouders werken of niet. Maar dat alle kinderen toegang hebben tot kinderopvang. Zodat alle kinderen de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen en een gelijke kans hebben in het leven. En dat begint echt al bij hele jonge kinderen. Samenwerking kinderopvang en gemeente is in Enschede echt heel intensief. Daar wordt heel veel op geïnvesteerd. En niet alleen met de gemeente, maar ook met het consultatiebureau en allerlei andere partners die te maken hebben met het jonge kind. Samenwerking daarin is cruciaal om het speelgoed tot een succes te laten zijn. Sinds ruim een half jaar gaan we hier eigenlijk heel trouw woensdagmorgen heen. En je ziet eigenlijk dat ze steeds een beetje vrij wordt en dat ze hier erg op haar gemak is. Het speelmateriaal, denk ik, dat toegevoegde waarde is dat het anders speelgoed is dan je eigenlijk verwacht dat je thuis hebt. Hier pakt ze ringetjes, hier pakt ze flesjes. Ik zou het heel graag willen promoten, want ik denk dat het voor jezelf heel fijn is, omdat je het zelf met mij kan zijn. Maar ook voor het kind, haar ontwikkeling. Het is zo mooi om die ontwikkeling te zien. Hoe ze met andere kinderen spelen en hoe Humankind erin zit, zeg maar ook hun visie, vind ik echt heel erg goed.